Kaarten worden nooit beu. Te zeggen, ik heb zowel mindere momenten, hè, als je in een slechte flow zit. Dat gebeurt mij regelmatig. En dan moet je even een pauze pakken of eens frustraties eruit gooien of zo. Maar nee, je kunt me altijd verwakker maken. Ik ken de ploeg waarschijnlijk iets beter dan gemiddeld. Omdat ik een jaar tussen de Portugezen heb gezeten en ik veel spelers daardoor iets beter ken. Ja, dat het gewoon de sterkste generatie is in tijden. Ze hebben spelers op elke positie in grote competities die veel prijzen hebben gewonnen en in het veel heel sterk zijn en die ook tot een ploeg zijn gesmeed. Ik denk dat wel iets specialer is dan voor de gemiddelde Rode Duivel. Ik zeg omdat ik een jaar in Portugal heb gespeeld nu. Mijn kinderen zitten op een Portugese school en die horen daar Portugal te supporteren zoals alle andere kinderen. Dus op dat gebied is het wel speciaal, want ik heb ze moeten uitleggen dat papa nu tegen Portugal speelt en daar zijn ze nog niet echt mee weg. Ik heb zowel mijn eerste als mijn 100ste wedstrijd tegen Portugal gespeeld, dat klopt. Dus het is eigenlijk een soort van rode draad bijna in mijn carrière aan het worden. Ik vind Portugal een prachtig land. Heel lieve mensen, warme mensen. Waar ik een korte tijd al een goede band mee heb gesmeed. Het is wel grappig dat die nu terugkomen, zo vroeg al. Ja, het komt eigenlijk altijd terug. Een van de beste momenten voor mij was eigenlijk dat ik in de bus onderweg naar Rusland te horen kreeg dat Christian Eriksen weer aan het spreken was. Dat was echt zoiets van, wow. Weet je, een moment dat mij altijd zal bijblijven. Ik zat samen met Romelu, die Christian ook goed kent, achter in de bus. We keken zo echt naar elkaar en was zo'n moment van, ja, dat er toch iets van onze schouders viel voor die wedstrijd. Hè. Het draait helemaal niet om ons, maar omdat we allebei een goede band hebben met hem. Om dat te horen net voor de wedstrijd en dat wat we daarvoor allemaal hadden gehoord en gezien. Dat was wel een moment dat mij altijd zal bijblijven. Ik ben Milan Doe, ik ben 32 jaar oud, Belg, ik ben masseur en het is mijn vierde toernooi. Gewoon met Leander de Donker zijn dat voornamelijk de coach van het eiland die naar boven komen. Dat is Romelu Lukaku. Ja, er is wel serieus wat werk aan.
S'avonds met de collega's een beetje lachen en zeveren. Hey girls, ik ben heel blij voor jullie dat jullie de halve finale hebben gehad van de EK Basketbal. Ik wil jullie ongelooflijk veel succes wensen voor de halve finale. Wij hier allemaal zijn heel grote supporter van jullie. Go get that win. Haal een medaille en ik wens jullie ook veel succes tijdens de Olympische Spelen. Peace and love. Ain't no pussy, pussy, no 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 pussy.